Dag beste mensen, even een korte update voordat wij daadwerkelijk gaan racen. Het Formule 1 seizoen begint weer, dus we gaan weer de vrije trainingen rijden. We beginnen uiteraard deze video met de vrije training van Bahrein, maar daar gaan we nu als eerste heen. Echter, ook gelijk even een oproep voor de mensen die hetzelfde probleem hebben als ik. Ik speel dit spel altijd onder racefactor. Nu is er ergens in januari, pak even mijn koffie, is er een update uitgekomen van racefactor. Die heb ik dus geïnstalleerd. Logisch trouwens, hè? Steam Workshop, nieuw update, altijd leuk. Top, gaan we installeren. En klaar is Kees. Nu is die klaar met de installatie. En wat gebeurt er? Ik sta het spel op. Netjes, introotje. Moet mijn username invullen. Doe netjes mijn username. Casper, alias Deskam Zolle. Op een gegeven moment gaat hij het spel uitpakken via Package Manager. Gaat hij alle bestanden gaat hij uitpakken. Is hij bij 96%? Crasht het systeem. Nou, denk. Oké. Kan gebeuren. Even opnieuw. Dus weer naar Steam. Play. Het hele verhaal begint dan weer opnieuw. 95%. Gaat hij weer. Crasht hij weer. Nou, ik krijg nou wat. Heb ik weer. En ik wil ook graag verder met de vrije trainingen op dit kanaal. Want de vrije trainingen worden hier redelijk goed naar gekeken. Nog maar weer een keer. Dus weer installeren. Weer die package manager. Enzovoort, enzovoort. 35%, 36%. Gaat hij weer. Ja, na 7 keer word je daar toch wel een beetje gaaf van. Heb ik een beetje lopen kijken op internet. Velletje vol. Foutmeldingen. Ik zal even dat noemen. Eerste persoon die zegt van clean your installation by simply deleting the bin via de folder and let Steam verify your files. Nou, daar ben ik dus niet mee begonnen. Komt de volgende die zegt van grafische de setting verlagen tot laagst, dan opstarten en net zo lang tot die crasht weer. Je begint dus bij 46 bij 84, noem maar wat. En dan omhoog. Dat is dan tot die crasht. En dan kun je dus, waar die dus niet crasht, de laatste setting waar die dus niet crasht, kun je dus het spel gaan spelen. Heb ik getest, werkt niet. Nog een keer zegt van, ja, je moet je shadows moet je uitzetten. Ik zie nergens mijn shadows, dus dat gaat ook niet werken. Toen kwam de volgende die zegt van, ja, je moet je config streepje DX11 moet je even verwijderen. Je staat in je Steam Library, Steam Apps, Cumin, Racefactor, Use Data. Heb ik geprobeerd. Werkt niet. Weer crasht weer net zo hard. Nou, dan is Morsik een beetje boos. Wat doet Morsik dan? Die denkt van, ik flikker gewoon het hele spel weg. Dus de spel weggeflikkerd. Zo, ook gelijk weer een rare taal. Maar maakt verder niet uit. En opnieuw geïnstalleerd. Tijdens het laatste zie ik dat hij ook mijn bestanden die ik dus later heb geïnstalleerd, ook weer installeert. Niet handig idee, misschien was het toch beter om eerst de normale kale versie maar te installeren. Goed, kan gebeuren. Het spel is klaar, ongeveer een uurtje of vier later. Zet hem op, krijg je weer je username invoer. Mooi, Casper, alias Deskonsole. Package Manager weer tevoorschijn. Mooi, 38%. Komt hij weer. En weer weg. Ja, god, gloeiende. Dus, denk ik, ga ik hem nog een keer eraf gooien. Pak ik mijn video's die ik heb gespeeld onder het console. Alle video's, alle circuits die ik heb geraced heb, ga ik allemaal handmatig weghalen. Dus alles via de Steam Workshop allemaal weer. Weet je dat? Je moet dus abonneren. Allemaal weer die abonneren gedaan. Dus alle circuits worden weer verwijderd. Spel weer op, eraf gegooid. Weer opnieuw geïnstalleerd. Ik denk, als het nou niet werkt, dan werkt het niet meer. Ik voelde me alweer aankomen. 98%. Dan ging die weer. Toen dacht ik heel simpel van, dat spel kan dus de deur uit.
Dus ik heb dus nu Formule 1 2021 gekocht. Download, gekocht. Kost je wel €60. Dan heb je ook wat waar voor je geld, zou ik zeggen. Mochten mensen nou hetzelfde probleem hebben met racefactor als ik. En mensen die weten wat het probleem is en ook weten hoe je de fout kunt oplossen. Laat eventjes een kommetje achter onder deze video. Ook voor de mensen die hetzelfde probleem hebben als ik. Schrijf wat onder deze video neer. Zodat we misschien met elkaar het probleem op kunnen gaan lossen. Want nou zijn we dus genoodzaakt, als wij gewoon een avondje willen racen, een spel te kopen wat gewoon €60 kost. €60, hè? Dat groeit me niet, het geld groeit me niet op mijn rug. Oké. Kwaliteit. Veel beter. Graphics. Veel beter. Oh, mijn vingers uit het beeld. Het spel zal zelf veel beter zijn als racefactor. Maar aangezien dat mijn PC niet meer een van de nieuwste is die je momenteel kunt kopen, kies ik ervoor om te zeggen, ik ga gewoon een racefactor racen. Want dan weet ik zeker nou dat mijn beeld 100% goed is en blijft. Goed. Het probleem zal dus ooit een keer opgelost worden. Ik weet niet wanneer het is, dus ik ga er ook niet op wachten. Dus ik kies dus voor dit spel. We gaan het spel dus nu spelen. We beginnen dus nu met de grote prijs van Bahrein. We gaan dus nu de Bahrein. Gaan we dus nu de vrije trainingen rijden. We gaan dus kijken naar de setup. Ik ga eens even kijken wat nou afgelopen jaar in het echt de vrije trainingen zijn geweest. Wie dus de beste vrije training draait. Dan heb je dus drie vrije trainingen. Dus Q1, Q2 en Q3. Dus vrije training 1, 2 en 3. Daar ga ik gewoon kijken. En daar ga ik globaal een tijd uit laten rollen. En dan wil ik daar ongeveer tussen de 5 en de 8 seconden vandaan zitten. Ik weet, dat leg ik gelijk al heel, heel hoog. Maar ik hou wel van een uitdaging. Na intro gaan wij dus beginnen met de vrije training van Bahrein. Mochten er dus nog mensen zijn die het probleem op kunnen lossen met racefactor, graag eventjes een kommetje onder deze video. Dan zijn we nu uitgeluld en gaan we racen. Heel veel plezier. Goed, zijn we dan. We rijden met de auto van Max Verstappen. Jawel. Ik heb hier een lijstje opgeschreven voor de vrije trainingen. Die zijn gereden met het laatste raceweekend. Ja, hij praat er nu even lekker doorheen, maar ik praat nu ook gewoon door. Want ik word gewoon een beetje moe van deze man. Tijd heb ik gevonden trouwens via de Formule 1.nl. Is je klaar met praten dan? Goed zo. Heb ik staan op vrijtraining 1. Lewis Hamilton 1.29.035. Bottas 1.29.482. En Perez op 1.30.000. Vrijtraining 2 heb ik Hamilton 1.28.971. Verstappen 1.29.318. En Bottas op 1.29.336. Vrijtraining 3 heb ik Max 1.28.355. Hamilton 1.28.618. En Bottas 1.28.721. Mooi, ik rijd toch alleen maar vrijtraining. De bedoeling van mij is dat ik dus probeer een beetje op die tijden uit te komen. Wat de rest daaromheen doet, interesseert me niet. De bedoeling is dat ik een beetje richting die tijden gaan komen. Nu heb ik al een stukje gereden. Stiekem al. Filmpje had ik al gemaakt. Maar hij heeft het audio genomen. Dus ik moest weer het nu doen. En toen heb ik al. Ik had al een 1.32.3 gereden.
En ik had ook al een wijziging gedaan aan mijn sessie, of aan mijn auto. Want aangezien dat, oh, ik word gek van die vent die iedere keer tussendoor praat. Mag ik weer? Dank je wel. Nu rijdt iedereen op soft. Dat zag ik net al. Dus dat ga ik ook maar gelijk doen. Even kijken. Kijk, ik sta op hard. Ik wil naar soft. Zo. Ik ga naar soft. Dus in de tijd nog 70 minuten en 25 seconden. We gaan gelijk een vliegende ronde rijden. En dan zal ik onder de beide 1.32 uitkomen. Ik denk dat ik eerst een bankclip inzet. En dan gaan we kijken of wij richting die tijden kunnen komen. Dat is een beetje mijn doel. En wat de rest rijdt, doet me geen niks. Want de rest rijdt allemaal Rocky, dus dat wordt toch een makkie voor mij. Here we go, rondje 1 op Bahrein. Latifi rijdt voor mij. Opgesout met die Latifi. Zoals geef een rim Latifi. Goeiedag man. De rest weer open. Wow! Zo, Klein, nu moet ons snel stoppen met 1.38.0. Moet hij naar de bocht weer? Oh, ben ik kwijt. En nu Kvyat voor mij. Opgesomd met de Kvyat. Hoppa. Je wordt een broederschap tijden, dat kan ik je wel wat vertellen. Zo, een beetje wijd. De rest is dus nu al binnen, hè? 1.338 rijdt nou. Nou, wel met verkeer. Oeh, short shift. Short shift. Oh, mooi bochie. Mooi bochie. Nou, is bochie zelfs. Pak ook even wat tijd op, zie ik alweer. Ja. Mooi man. Robocht. Het is zo'n nare bocht, dit. Hoppa. Oh, te wijd. Trek maar gewoon door. Hoppakee. Ah, nee. Poepbeurt. Doe er eentje. Oh, kom zo. Wow, gewoon lekker in je neutraal. Dat is het. Goed, jongen. Hartstikke fijn. En plus 5 alweer. Lekker. Hoppakee. Nou, dit is helemaal down the drain. We gaan terug naar de garage. Ja, dat was helemaal niks.
Ik vind dat zo'n robot, hè. Even kijken hoor. We kunnen nog wel eventueel mijn auto nog een beetje aanpassen. Even kijken hoor. Ik heb hem nou... Max Verstappen nou. Ja, je houdt toch op met dat gezeur in mijn oor. Doe eens helemaal tenminste moeten doen. Nu ook op de baan zie ik. Ik wil even kijken of ik mijn auto wat kan aanpassen. Heb ik net ook al gedaan. Dat is... Droog. Droog, ja. Aha. F7, sorry. Hier, kijk. Ik sta nu op gebalanceerd, standaard. Preset 3. Ik wil eens even dit voor een keer proberen. Maximaal tot snelheid. Kijk wat ik dan rij. Nogmaals, ik zal nooit die 29.0 gaan rijden wat Lewis Hamilton doen. Maar dat is ook niet mijn doelstelling. Mijn doelstelling is eigenlijk een beetje de tijd van Sergio Perez. VT1, 31.0. Ik rij weer achter een McLaren aan. Echt met die McLaren. Nou, gaan we weer. Here we go again. Oh, wat een poep bocht weer. Ik kan met die Norris. Weg met die Norris. Naar de bocht weer. Oh, maar kijk naar die tijd, jongens. Ik zit nog zelfs nog gewoon boven mijn eigen tijd die ik gezet heb. Oei, wat slecht. Come on now. Nou, nog een keer dan. Volgende poging. Dat vind ik niet goed hoor. Wow, wat is dit joh? Flapdrol, ballenbak. Wat een ballenbakbol. Oh, wat een nare rond het weer. Plus 7 jongens. Alle jongen, ja. Dit is niet goed dit. Slecht dit hoor.
Ik hak hem af. Ga naar binnen toe. Zo, oké. En we slaan de punt. Wow, wat was dat, joh? Ik heb dus hiervoor al een ronde gereden. En dan reed ik een 1.32. En dan zit ik op mijn snelste tijd nu op 1.33. Wat gaat hier fout? Ja, ik weet nog niet wat ik nou precies verkeerd doe. Ik zit te denken, voor mij reed ik op medium tires volgens mij die snelste tijd. Dus ik zou nog even naar kunnen kijken of we dan terug gaan naar medium. Kijk wat er dan gaat gebeuren. Medium. Ja, ga ik iets met deze proberen. Hij geeft nu een rondeverschil van plus 000. Die geeft nu aan. Ja, hij is ook al behoorlijk aan de statijs, zie ik alweer. Ja? Hier heb ik er nu nog 4 van. Hier zegt hij dat ik een rondeverschil zou krijgen van 0.00 seconden. Dus dat betekent dus dat ik gewoon op dezelfde tijd blijf zitten. Als ik aan deze pak, zegt hij een seconde. Deze zijn nou naar de poep, zullen we zeggen. We're 7th in the speed trap, 196.7 miles per hour. We hebben nog 11 minuten te resteren, dus we moeten nu toch wel even gaan een goede tijd gaan zetten. Nee, nu heb ik dus, want anders wordt het dus helemaal niks. Klik eronder, enter. Here we go again. Ik doe even de boel een beetje iets beter zo, want ik zit iedere keer met mijn elleboog tegen mijn stoel aan. Komt ie weer. Gaan we weer. Nog op de klok. Zie ik niet staan. Here we go again. 1.38.8. Dus ik kom er al. Mooi. Kom op. En door. Dat is beter. DRS aan. En DRS eruit. Nee. Naar de bocht weer. Ja. Hop, gassen. Oh nee. Nee. Min. Plus 1 seconde. En ik krijg weer voor B-bomben. Ja. Nog een keer dan. En weer verkeer voor me. En die robot weer.
No, Latifi, lekker, schade. Sorry. Uh-oh. Ik heb damage. Ja, ik heb schade. Oh my god. Oh, ik ben er aan het prutsen, zeg. Ik ben aan het prutsen. Ik pak niet eens mijn eigen tijd. Ik heb hiervoor ook al gereden. En dan reken ik 32. How is this possible? Is toch klaar nu? Hoe lang is de rij op de klok? 4 minuten. Dat kan nog net. Ja, maar ja, het is nu net de vraag. Press the MFD button to open the multifunction display. And then press it again to cycle through till you reach the temperature. Nou, gewoon er maar eentje onder. Moet het nu wel. Oh, vlieg de ronde. Laatste ronde dit, jongens. Wish me luck. Anders wordt het echt een heel triest einde dit. Oh, dit moet toch een keer goed komen, toch? Neem ik aan. Oh, ik heb wel heel veel verkeer voor me nu. 1 minuut 48 op de klok. Ik ga een gat achterlaten. Oké, vlag. Ja, geef het wel. Ja, weet ik, dat doe ik zelf. Oh, mooi. Here we go. Nou, komt ie dan. Wish me luck. Ik heb een geblokte vlag en het is klaar. Boom! Boom, boom, boom! Wow, die laatste ronde zijn rij. Die laatste ronde. De sessie is ten einde gekomen. Nu over naar onze top 3. Verstappen, Hamilton en Daniel Ricciardo. Nou, dat hoor je ook gelijk. De trainingen zitten erop. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dankjewel, Mol, voor het verklappen van de top 3. 32-4. Moet nagaan, hè. En dan heb ik hem hier staan nog een keer. De langzaamste was Valtteri, Sergio Perez op vrijtraining 1, die reed 1.30.0. Ik leg nog 2 seconden en 400ste achter. Op de snelste tijd. Poeh. Ik ga even de top, we gaan even het resultaat even doornemen met jullie. 1 Max, 2 Lewis, 3 Daniel Ricciardo, 4 Charles Leclerc, 5 Pierre Gasly. 6 Valtteri Bottas, 7 is Carlos Sainz, 8 is Lando Norris, 9 is Antonio Giovinazzi, 10 is Sergio Perez, 11 is Daniel Kvyat, 12 is Nicolas Latifi, 13 is Sebastian Vettel, 14 is Alex Albon, slecht,
Lance Stroll, 15e. Magnussen, Kevin, 16e. Räikkönen, Kimi, wordt 17e. Esteban Ocon, 18e plek. 19e plek voor Romain Grosjean. En 20e plek voor George Russell. Die rijdt in 1.42.346. Pak er even weer mijn lijstje erbij. De snelste was Lewis Hamilton. Of Max Verstappen was snelst trouwens. Op 1.38.355. Die is gewoon 4 seconden langzamer. Ik ben benieuwd hoe ze dan de zwaarste stand gaan rijden, deze jongens. Was pittig. Nou, laatste ronde. Toch nog wel eventjes. Ik zag in mijn schermpje staan iets van 1,4, 1,5. De laatste bocht was niet helemaal 100% goed. Dat ging ook niet helemaal vlekkeloos. Maar goed, toch een 1,32,4. Wow, niet slecht voor de eerste keer, toch? Ik zeg bedankt voor het kijken. Bedankt voor alles. Is wel een gekheid. Dit was het voor nu. Bedankt voor het kijken. Dus nogmaals, laat een blauw duimpje achter. Like en share mijn video's. Vind ik heel hartstikke leuk. Laat een druk op het belletje. Word je op de hoogte gehouden. En vergeet ook niet om te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende. Toedels. De groeten. Dag.